De laatste jaren stelt Nederland op het merk van vrouwelijke sprinters net een soort voor. Annette Gerritsen is in 2011 de laatste landgenote die op de 400 meter een wraadbeker wint. Maar nu is daar Femke Kok. Twaalfvoudig wraadkampioen sprint Erben Wennemars is onder de indruk. Femke Kok is natuurlijk een fenomeen. Als je kijkt waar ze vandaan komt en hoe snel haar ontwikkeling gaat, dat is echt ongelooflijk. Vooral de afgelopen twee weken met de wereldbekerwedstrijd, als je dan vier keer de 500 meter op rij gewoon wint. En de laatste keer zelfs helemaal alleen rijdend. Dat is, ben je ongelooflijk volwassen. En dat vind ik nog het meest van te kijken, is haar volwassenheid. Haar rust die ze heeft. Iedere keer weer gewoon een lage 37 rijden. Dat is ongelooflijk knap, met name op deze leeftijd. Juster onderstreekt Kok haar dominantie. Haar tegenstander meldt haar op het laatste moment aan. Werd Rosa Alinnegriet. Docht Kok amper wat en op het nij race ze nij goud. Het is natuurlijk een lust om naar te kijken. Het is ook met name technisch. Het gemak waarmee ze schaatst. Hoe stabiel ze is. Ze rijdt fantastische bochten. Ik denk dat het voor iedere coach natuurlijk een lust is om mee te mogen werken. Die coach is oud-topsprinter Gerard van Velde. Ja, dat is zeker uniek. Ik heb dit nog niet vaker eigenlijk. Ik loop al een mooi tijdje mee, maar dat hebben we niet vaker gezien bij een Nederlandse dame in ieder geval. Maar waar ik gewoon blij mee ben is gewoon dat ze, het lijkt, in het begin van het seizoen begon ze ook al gelijk zo hard op 37,5, 37,4 en een keer 37,6, 37,7. Maar het bleef een beetje om die 37,5 zitten. Kijk, en nu trekt ze dat gewoon mooi onder in de 37 en daar ben ik wel heel blij mee. Kok pakt snijn ook nog even broens op de 1000 meter. Maar zelfs bloot ze er rustig onder. Ik hoop dat ik nog in je wedstrijd kan laten zien dat het ik zo goed ging. Maar het is heel mooi dat ik gewoon vier keer dit won heb. Daar ben ik wel heel trots op. Dat ik van tevoren net dacht dat ik dit vier keer kon winnen. Nijewieke Vreed hoopt Kok op het WK-afstand de kers op het taart te zetten.